Hoe gaat ie? Goed. Pik, dan is het rode weg, hè? Ja. Dan kan jij 5 centimeter naar links. Zeg maar als je kan. Ja. Trainer Henne Oostermeijer, we zitten hier 5 minuten na de wedstrijd. Een wedstrijd die enerverend was voor het neutrale publiek. Een wedstrijd waarvan ik zelf dacht dat we nog even verder zouden gaan. In de tweede helft 6 wissels gezien. Een drinkpauze. Oponthoud bij een rode kaart. Nog wat discussie tussen de centrale verdediger en de scheidsrechter en Mamadou Kaba. Dus ik dacht, dat wil nog wel even. We hebben 3 minuten bijgetrokken. We zijn geëindigd met 4-4. Hoe kijk je hierop terug? Teleurstellend. Ja. Ja, teleurstellend. We maken in principe, bepalen we in het begin redelijk het spel. We maken 1-0, er is niks aan de hand. En er valt een 1-1 en een 2-1 voor hun. Het zijn ketsers. Ja. We staan in deze wedstrijd toch 3 keer voor. Ja. We staan voor, missen penalty. Elke keer op de een of andere manier laten we door. Ik vind het redelijk onbenulligheid die tegenstander weer scoren en in de wedstrijd komen. Het geloof houden. Ik vind dat we, nou ja, we hebben 4 keer gescoord, dat is goed. We hebben doelpunten wel verschrikkelijk makkelijk weggegeven en dat is heel slecht. Ja, volgende week, wat nu? We hebben een normaal gesproken hele stabiele verdediging. Vandaag krijgen we 4 goals tegen. Spelen wel een goede wedstrijd, maar hoe brengen we dit volgende week naar de thuiswedstrijd tegen CSV Apeldoorn? Ja, in principe normaal gesproken prima verdedigers, hè, zo'n laatste lijn. Vandaag had ik heel sterk het gevoel, dat vond ik donders jammer dat we Gökhan er niet bij hadden. Gökhan vind ik een echte sterkmaker. Ik had hem op de bank, maar gaf mij eigenlijk aan dat hij geen optie was. En dat was jammer vandaag. Ja. Mo Bendar die valt in, jonge. Leek wat nog wat geïntimideerd, maar brengt dan toch met die corner ogenschijnlijk 3 punten over de streep. Ja, dan denk je 3 punten. Die gasten zijn bij ons doel zijn ze niet meer geweest, 1 keer. En dan maken we knullig een overtreding. Daar waar wij verdedigen 2-1, dan is het alsof het 1-1 is. Zo verdedigen we, zo. Er zit zo. Het lijkt wel stress. Dat is onvoorstelbaar. Ik denk dat veel beter kan, veel beter moet ook. Dus die kans die hadden we die scheidsrechter nooit meer moeten geven. Oké, nou op naar volgende week. Ja. En bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Rogier Gerritsen. We hebben net trainer Oostermeijer gesproken. Die teleurgesteld was, misschien wel gedesillusioneerd na vandaag. We hebben een enerverende partij gezien. Waarin jij op weg was naar de rol van man van de wedstrijd. Want je zat lekker in deze partij voetbal. Ja, ik zat zelf wel lekker in de wedstrijd inderdaad. Wel gevaarlijke momenten, ik kwam een paar keer goed voor de goal. Maar ja, daar heb je nu helemaal niks aan. Ik bedoel, het belangrijkste is gewoon 3 punten en die moet je hier gewoon pakken. We zijn gewoon beter dan ASC, je komt met een man meer, je krijgt een penalty. Ja, dan moet je gewoon deze partij winnen. Dit zijn hartstikke dure punten die je laat liggen. Misschien wel de duurste punten die je kunt laten liggen. Ja, iedereen zit er echt even doorheen. Dit hadden gewoon 3 punten moeten zijn. Wat ging er vandaag wel goed wat jou betreft? Ja, we kregen in de eerste helft met name dat we af en toe goed konden in voetballend opzicht goed konden spelen. Dat we de spitsen konden spelen, daaronder konden komen en daardoor wat kansen creëren. En dan zie je ook dat we in de eerste helft toch wel een paar keer goed voor de goal komen. We hadden misschien nog wel 1-2 meer kunnen maken zelfs. Dus dat zijn dingen die wel goed zijn. Maar als je ziet hoe we 4 goals weggeven, terwijl ja, dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Als je... Ja, 4 goals is sowieso natuurlijk gekke werk om dat tegen te krijgen. Maar hun hebben ook 4 kansen gehad. En hoe wij ze af en toe staan te verdedigen als team zijn. En dan bedoel ik niet sommige spelers alleen. Maar ja, dat is gewoon echt zwaar onder de maat. Ja. Wat jouzelf betreft. Je scoort de 1-0. Je bereidt de gelijkmaker voor. Veroorzaakt de strafschop. Waarbij de keeper met rood van het veld afgaat.
ook nog wat positiefs wat jou betreft in deze wedstrijd en voor volgende week? Ja, dat wel. Ja, ik vond het ja, zeker. Als je ziet dat ik af en toe een paar keer lekker in de combinatie zat en dat ik goed op het juiste moment werd gezocht. Dat zijn dingen die je natuurlijk mee moet nemen als positief dingetje van deze wedstrijd. Maar dat is nu niet zo lekker om er naar te kijken omdat je nu gewoon maar één punt hebt. Maar ja, volgende week weer een nieuwe wedstrijd en ja, dan moeten we gewoon zorgen dat we die drie punten pakken en verder bouwen op de goede punten. En zorgen dat we die slechte punten eruit gaan halen zodat we niet vier goals tegen krijgen volgende week. Maar gewoon goed verdedigen als een team en dan hopen dat we drie punten pakken. Oké, bedankt en op naar volgende week. Ja, dankjewel.